De bouw van het nieuwe cultuurhuis in het Ebbingenkwartier is per direct stilgelegd. Dat heeft de rechter gisteren besloten. Erfgoedvereniging Heemschut had bezwaar aangetekend tegen de bouw. De rechter liet gisteren weten de bezwaren gegrond te verklaren, waarop de bouw van het gebouw, waar 4 theatergezelschappen inkomen, gestaakt moest worden. Als beschermer van erfgoed zijn we er wel blij mee, want de gebouwen achter mij dat zijn monumenten. En de gemeente heeft toestemming gegeven aan zichzelf om een heel groot nieuwbouwblok voor een monument neer te zetten, waardoor dat helemaal uit beeld raakt. Wethouder Roeland van der Schaaf is logischerwijs teleurgesteld. Het is heel vervelend nieuws voor ons, maar ook vooral voor de instellingen, de theaterinstellingen die daar straks ingaan. Ja, we hebben een fout gemaakt met de verstrekking van de omgevingsvergunning, zoals het nu lijkt. De rechter heeft gezegd van ja, de vergunning die verleend is niet goed. En dat betekent dat wij de bouw hebben stil moeten leggen. De oude gebouwen zijn ooit onderdeel geweest van de oude gasfabriek. Die is in de jaren 60 volgens mij gesloten. En dit zijn eigenlijk de enige restanten die er nog zijn van die gasfabriek. En de nieuwbouwplannen zijn op zich, zijn die heel aardig. Alleen op dit punt vind ik dat de gemeente een fout gemaakt heeft door detonerende nieuwbouw toe te staan in een historische omgeving. De erfgoedvereniging vindt de handelswijze van de gemeente vreemd. Er is buitenplans gegund. Het is namelijk gebouwd op een stuk grond dat niet bebouwd mag worden, waar Heemschut bezwaar tegenaan heeft getekend. Toch begon de gemeente met de bouwwerkzaamheden. Ja, dat vind ik ingewikkeld om te zeggen. Het is natuurlijk, je kunt beginnen als je een omgevingsvergunning hebt en die hebben we al een tijdje. In de eerdere vorm is er bezwaar op die vergunning geweest. Dat is afgewezen. En dus in die zin hadden we niet verwacht dat deze uitspraak er zou zijn. Maar goed, we gaan kijken hoe we de vergunning op orde kunnen maken. En we gaan overwegen ook hoger beroep. Met de uitspraak van de rechter op tafel heeft de erfgoedvereniging nu een duidelijke wens. Ja, we hopen eigenlijk dat de gemeente de plannen aanpast en met name dit gedeelte zodanig aanpast dat het om te beginnen in de gevelwand past. En dat het eigenlijk ook kleiner wordt, zodat de omgeving er geen last meer van heeft en dat het beeldbepalende pand weer zichtbaar wordt. De bedoeling was om komend najaar de deuren te openen van het nieuwe gebouw. Ik neem aan dat dat nu vertraging oplevert. Nou, het levert hoe dan ook vertraging op, maar we gaan ons best doen om die vertraging zo kort mogelijk te laten zijn. Wat ik al zei, er zitten dus fouten in de vergunningverlening. Dat gaan we nu op orde maken door een nieuwe vergunning aan te vragen en te verstrekken. We hopen dat zo snel mogelijk te doen en dan kunnen we weer verder met de bouw. Vanmiddag vonden er nog activiteiten op het bouwterrein plaats. Volgens Van der Schaaf heeft dit te maken met het veilig achterlaten van het terrein. Ja. Ja, vriend.